De grootste uitdaging van Erdogan, hoe heet hij ook alweer? Ja. Ik moet altijd een papiertje kijken, dan doe ik het nog fout. Ja, ik heb hem hier ook staan, maar... Kılıçdaroğlu. Kılıçdaroğlu. Daroglu moet het zijn. Ja, Daroglu. En Kemal. Ja. En die gaat hem winnen. Nou, dat zou heel goed kunnen. Dat zou heel goed kunnen, omdat... In Turkije. Jij komt uit Chili, hè? Althans, je bent half Chileens, hè? Ja. Dat is een heel eind ervan. Ja. Maar goed, het is... Nee, maar... Erdogan heeft het nu voor het eerst echt moeilijk. En dat komt omdat al die oppositiepartijen hebben zich verenigd. En hebben zich dus achter deze ene kandidaat gesteld. Dat is een hele gematigde, eigenlijk ouderwetse, liberaal denkende democraat. Ja. En er was nog één probleem, namelijk de Koerdische partij. Die had een eigen kandidaat. En die heeft zijn kandidatuur ingetrokken. Dat vond ik echt wel te stoer. Ja. Want ze zeggen, joh, ik sluit me hierbij aan. Ik hoop dat jij wint. En dat wordt heel lastig dan voor... Erdogan. Ja, maar gisteren was Eus bij ons in de uitzending op tv. En die vertelde ook dat Erdogan nog 2 dagen voor de verkiezingen... de salarissen met 45% hoog had bij alle ambtenaren. Ja, maar je kan het daarmee niet meer repareren, denk ik. Er zijn een paar dingen uit de hand gelopen. In de eerste plaats, Turkije was natuurlijk sinds Atatürk... eigenlijk tot Erdogan aan de macht kwam, tot die partij aan de macht kwam... een puur seculier land. Mm. Het dragen van hoofddoekjes was verboden. Oké. Ja, dat is dus in de laatste periode, sinds die AK-partij aan de macht is gekomen... is dat veranderd. En er zijn heel veel mensen die vinden dat, die overigens wel mee eens zijn... hoor, met die, ik zal maar zeggen, moslimisering. Want ze vonden dat dat ontbrak aan hun cultuur. Dat is, is veel voor te zeggen. Alleen, het is gepaard gegaan met een soort van, met een hele nare autocratie. Hè. Iemand die zo aan de macht hangt en zo zijn eigen zakken vult... Ja. En geen tegenstand duldt en iedereen die tegen hem is... met een of andere smoes opsluit, martelt. Journalisten die worden opgepakt, je kunt niet meer... Eus heeft je dat ongetwijfeld ook verteld. Dus de vrijheid van meningsuiting, persvrijheid, is allemaal weg. En deze tegenstander, die is een hele ouderwetse... Die zou bij wijze van spreken ergens in West-Europa... ook aan verkiezingen kunnen meedoen. Dus de vraag is, waar gaat dat volk nu voor? Maar gisteren zei u dat ook al, en dat zag je natuurlijk ook bij Trump. Hij begint nu al te roepen, het klopt niet. De uitslagen klopt niet. Nee, dan ga ik van tevoren al zeggen dat hij de uitslag aan vecht. Maar wat dat betreft moet ik Turkije wel een soort van compliment maken. Want ze hebben op dit gebied een redelijk goede traditie, hoor. Dus bij verkiezingen gaan mensen echt stemmen. En ze worden ook echt geteld. En er is een hele goede toezichtscommissie. Dus eerlijk gezegd, dat wil niet zeggen dat Erdogan dat niet die Trump-trucs gaat proberen. Nee. Ik wou net zeggen, dat kan je nooit goed. Dat kan je altijd proberen. Maar ik denk dat we op die telling... Dat we daar wel... Wat krijgen we mee te maken? Stel, straks is die uitslag bekend. Ja. Gaat hij nog gekke trucjes uithalen, denk jij? Nou, het zou kunnen. Want hij heeft natuurlijk in dit soort omstandigheden, dat zag je ook bij, laten we zeggen, bij Trump en Biden. Het is ongeveer 50-50. Ja. Dus het kan zijn dat... Het kan niet anders, toch? Dus er kunnen best spanningen door komen. Ik hoop en denk eerlijk gezegd... Als je ziet dat we nu in de rij al vechtpartijen hebben met mensen die... Ja, precies. Maar, goed, in Nederland. Dat is waar. Maar even... voor de duidelijkheid. Er zijn een paar hele vervelende dingen gebeurd daar. Want hij komt nu wel met die 45% loonsverhoging voor ambtenaren. Maar eerst is die economie compleet, was een heel sterke economie... die is compleet naar de galamiezen gegaan. Ja. En dat komt omdat hij heel eigenwijs heeft geweigerd... mee te doen met de internationale rentebewegingen. Ja. Want hij zei, ik weet dat beter. Dus wij houden bijvoorbeeld, toen iedereen de rente ongeveer afschaft... zei hij, nee hoor, wij houden hem. Met het gevolg dat de economie compleet in elkaar is gezakt. Dus inflatie van 60-70%. Ongelooflijk. En een munteenheid. Nogmaals, het is economisch eigenlijk... behoort het wel bij de supermachten. Potentieel is het een geweldig goed ontwikkeld land, ook economisch. Dan had je de kwestie van de aardbeving. Ja. En dat was niet zomaar een aardbeving. Het was een van de grootste uit de recente geschiedenis. En... dan moet je even terug. Die AK-partijen en dus ook Erdogan zijn destijds gekozen op een programma waar onder andere in stond dat de bouw van huizen, dat die op een verantwoordelijke manier zou gebeuren. Je kunt huizen aardbeving vrijmaken. Dat is bijna. In Japan worden al die huizen gemaakt. In Japan hebben ze dat ook gaan. Die staan bij wijze van spreken op een soort schokbrekers. En het materiaal van de muren is apart. Gegoten met metaal in het beton.
Dat er zijn allemaal methoden voor. Je klinkt als een bouwvakker, maar ga door. Nee. Maar ik heb me erin verdiept. Omdat ik vond het. En wat er is gebeurd, is dat al die aannemers hebben al die regels aan hun laars gelapt. Ja, dat wist hij, dat is hij. Dat zijn bewind. En de lokale bestuurders, iedereen wist dat. Er werd wel afgerekend tegen de begrote bedragen. Dus er stond bijvoorbeeld gewapend beton in, maar dat werd helemaal niet geleverd. Er werd gewoon een soort veredeld cement geleverd. En daardoor is die ravage veel en veel groter geworden. Ja, het was één plaatsje waar het helemaal is blijven staan. Ja, dat was wel goed. Precies. Ja. En de vraag is nu, wie is daar verantwoordelijk voor? En het antwoord is per definitie de president. Ja. Dus er zijn heel veel mensen die misschien wel sympathie voor hem hebben, maar denken, ja, je hebt de zaak zo besodemieterd. En dit is zo'n ongelooflijk. Dus die aardbeving is letterlijk en figuurlijk. Ja, precies. Dat zou ook best een politieke aardbeving kunnen zijn of worden. Ja. Ja, dus dat speelt ook. Merken mensen dat bijvoorbeeld in het bedrijfsleven dat ze meer moeite hebben met het doen van zaken in het Westen. Omdat het vertrouwen is weg in het land. Dat is allemaal heel, heel belangrijk. En nou heb je het over die kiezers die elkaar hier bij de RAI in de Hagen zijn gevlogen. Ja, dat is wel tamelijk ongelooflijk als je dat zo ziet. Maar dat is hier al gebeurd. En als we de toekomst moeten voorspellen. Dan moeten we eigenlijk even weer Boekenstein terughalen. Zij zijn heel erg van de apocalypse en de ondergang, hè, Boekenstein. Ah, ja, ik ben daar niet zo van. Maar wat zou het... Nou, nee, ik weet het niet. Net zo goed, jullie weten het ook niet. Maar ik hoop dat Erdogan verliest. Het is ook tijd. Mm-hmm. Hij zit er zo lang. Ja, het los van alles. Rutte, het is een keer klaar. Los van alles. En of hij nou een engel is of een schurk, dat maakt niet zoveel uit. Op een bepaald moment moet je stoppen. En dan moet er eens een ander komen. En gaat het vreedzaam gebeuren? Of, Ik denk het wel. Ja? Ja. Vergeet niet dat al die mensen die zijn opgepakt, en hun families, die zien nu toch, als dat lukt, als het goed gaat, een kans dat die familieleden weer vrijkomen. Die willen best weer eens een krantje lezen waar ook een stukje in staat dat niet helemaal in overeenstemming is met wat er in Ankara wordt gedicteerd. Dat zijn gewoon, het is geen onontwikkeld volk, hè? Pas op. Nee, maar het feit dat het hier misging, dacht ik, het zal toch niet zo zijn dat het daar ook helemaal mis zal gaan dan? Omdat er natuurlijk een grote tegenstelling zal zijn. Ja, nou, het kan. Ik weet het niet. Alleen, je hebt, kijk, de stemming wordt uiteindelijk bepaald, denk ik, door de grote steden. Ja. Istanbul, Ankara, Izmir, dat soort plekken. En daar acht ik die kans niet zo groot. Maar ik weet het niet, jongens. Ik hoop dat het... Als jij het niet weet, dan wie weet het dan nog wel, Bernard? Ja, dat is... Dat is wel de deskundigheid ten top die hier aan tafel zit. Dus. Ja. Laten we hopen van niet. Hè? Nou, nee, gaat het dan een hele andere koers worden? Krijgen we dan een hele Turkije? Nou ja, het zou heel belangrijk zijn, want het is op één na grootste NAVO-lid. Hè? Vergeet ook wel eens. Dus het speelt een hele belangrijke rol. Bijvoorbeeld het heeft goede relaties met Rusland en met Oekraïne. Dat is ook heel belangrijk. Ja. Het heeft, gaat die Gulen dan ook weer terugkomen? Hoe ziet dat dan? Of? Nou, dat betwijfel ik zeer. Ja? Ja, dat betwijfel ik zeer. Die had ook een beetje boter op zijn hoofd. Maar dat iedereen... Kijk, dat was aanvankelijk een hele goede vriend, hè, van Erdogan. Ja. En er was een soort geestelijke die hem begeleidde. En die hebben ruzie gekregen. Dus die Gulen is naar Pennsylvania verhuisd. Ja. En vervolgens de halve Turkse bevolking opgepakt door Erdogan. Omdat ze op de beschuldiging dat ze Gulenisten waren. Ja. Zonder dat iemand nou precies weet wat dat eigenlijk is. Hè, maar allemaal sympathie voor of aanhangers van. En ook dat, als daar een eind aan komt, ik denk niet dat Gulen terugkomt. Maar het feit dat die heksenjacht op een groep mensen die eigenlijk niks hebben misdreven, dat dan ook stopt. Ja, dat zou mooi zijn. Wanneer weten we de uitslag, definitief? Nou, dat is de vraag, want het kan best zondag gebeuren. Mm-hmm. Het zijn maar twee kandidaten. Maar het kan ook zijn dat er een tweede ronde komt. Hoe de gekwalificeerde meerderheidscijfers werken, weet ik niet uit mijn hoofd, maar die moet er zijn. Ja. Het is een beetje het Franse systeem. Okay. En anders komt er een tweede ronde, maar in elk geval gauw. Nou, dankjewel, Ben. Goed dat je er was. Ja, fijn om het. Bedankt. Altijd. Ja. Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app. Download nu de gratis BNR-app en blijf scherp.